Hallo allemaal, ik ben Rutger en welkom bij deze gloednieuwe vlog. Nou, ik heb een hele leuke dag voor de boeg, maar daar ga ik jullie zo meteen meer over vertellen. Eerst wil ik iedereen eventjes heel erg bedanken over mijn video van afgelopen week. Hashtag leuk genoeg. Ik wil iedereen bedanken die getweet heeft. Het was 4 dagen training topic. Iedereen die een selfie heeft geplaatst met hashtag leuk genoeg. Het zijn er al meer dan 5000. Alle lieve reacties. Iedereen die de video gedeeld heeft, het is echt gestoord wat er allemaal gebeurd is. Zoals bij Jeugdjournaal Radio 538 Slam FM. Het is gewoon gestoord. Maar nu weer even naar vandaag, want een tijdje geleden ging de kaartverkoop van de script in de verkoop. En ik wilde daar heel erg graag heen, want ik heb bijvoorbeeld ook een cover gemaakt samen met Ivar van Hall of Fame. Ik vind de script super vet. Maar het was echt binnen een minuut uitverkocht. Gewoon onmogelijk om daar kaarten voor te krijgen. Maar nu ben ik zo lucky geweest dat ik naar de Cube mag van Q Music, een superkleine zaal waar ik al eerder ben geweest voor John Legend, waar ze dus vanmiddag optreden. En echt, mij kan je niet gelukkiger maken, dus heel erg bedankt Q Music dat ik hierheen mag. Ik heb er super veel zin in. Ik heb al afgelopen week alleen maar geluisterd naar de script en ik ken alle liedjes uit boven, dus ik ga flink meezingen. Sorry alvast voor iedereen die ik de lastig ga vallen. Maar het is in Amsterdam, dus het is nog wel even reizen. Maar ik neem jullie natuurlijk gewoon heel de dag mee, dus laten we gaan! Oh, ik zie dat ik nog wel 5 minuutjes heb, dus ik kan nog wel heel even piano spelen, vind ik. Kan ik alvast inkomen? Standing in the Hall of Fame, oh, 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 and the world's gonna know your name. Want jouw lijk is meer waard of van wie dan ook. Vind jezelf eens leuk, 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 leuk genoeg. Vind jezelf eens leuk, 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 leuk genoeg. Nu ga ik echt. Wow, het is echt vet mooi weer vandaag. Eindelijk begint het zomer een beetje. Ik heb gewoon ook echt een hemdje aan en een rode zomerse broek. Kan allemaal, denk ik. Echt niet normaal hoeveel fietsen hier altijd staan. Ik kan hier niet eens door. Wat is dit? Vind jezelf eens leuk, 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 leuk genoeg. Vind jezelf eens leuk, leuk, leuk. Ik ben inmiddels op Schiedam en ik ga natuurlijk niet alleen naar de script. Oh, shit, heb ik het al verklapt. Ik wilde zeggen, ik heb een verrassing. Hoi. Hey, dit is Raymond en we gaan samen. Ja, jij weet eigenlijk niet waar we heen gaan officieel, hè? Nee, officieel niet. Maar ja, ik heb het nu al verklapt. Ja. Shit, het is echt heel dom. Ik wilde zeggen, Raymond weet nog niet dat we naar de script gaan, maar we gaan naar de script. Yay! Er is weer volop spanning en sensatie, want de trein rijdt niet verder dan Leiden. En we zijn nu aan het kijken hoe we nu naar de script kunnen, want straks komen we te laat. Dat mag niet. Nes, de wonderen zijn er weer rond niet uit. Loop jij maar als een model. Als een model, zei ik. We zijn er bijna, we zijn ook echt een uur te vroeg. Ik voel me anderhalf uur te vroeg zelfs. Ik voel me echt een beetje een fanboy nu. Maar kijk, daar in de verte is het Q Music gebouw. Anyway, het is gelukkig stralend weer en we hebben lekker een frappuccino gehaald. Dus we gaan een beetje maar op een afstandje staan te wachten. Want om daar nou voor de deur te gaan zitten, anderhalf uur lang, gaat me iets te ver. Dus we doen gewoon alsof we net te laat komen. Dat is altijd wel zo chic, toch? Heel spannend is deze lesauto nu met zijn eerste rijles, denk ik, bezig. Want dan ga je altijd op zo'n industrieterrein als dit rijden. En nou, ik weet nog goed bij een eerste rijles. Ik mocht dat niet eens. Ik ging zitten in de auto en ik ging zo kijken naar de pedalen. Huh? 3 pedalen? Ik dacht dat het 2. Wat is die derde dan? Nee, serieus. Nou, toen moest Tries heel erg hard lachen. Toen heb ik alleen in de eerste les mogen sturen. En in de tweede les was ze vergeten dat ik nog niet had geremd. Dus dat hadden we bijna een ongeluk aan het begin van de les. En maar uiteindelijk heb ik wel ooit mijn rijbewijs gehaald. Daar is hij weer, jongens. Ik ga hem filmen voor de extra spanning voor hem. Shit, daar is hij weer. Hey, ken je die? Ken je die? Ken je die? Ken jij die of ken je die? Ken jij die? Nee, inmiddels ken ik die wel hoor. Kijk, die man heeft vastgeoefend met Mario Kart, want dan kan je ook ondersteboven. Zie jij ze? Oh, wauw. We zijn inmiddels gearriveerd en nou, zoals je kan zien is daarachter een hele rij. Maar, daar gaan we. Te lui. Dat ook. Dat ook, maar vorige keer heb ik gezien, het is er heel erg klein binnen en wij zijn heel erg lang. Dus wij kijken wel overheen.
We gaan even wachten. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. En nu, live at the Cube. The Script. It's been a long time since we've been back. I have to say, it feels so, so good to be back in Amsterdam. Eerste reactie. Wauw, super gaaf. Nou, het was inderdaad heel erg vet. Zo, we komen net naar buiten van het optreden en het was echt heel erg vet. Super gaaf, echt wow. Ik had wat filmpjes gecheckt van The Script live. Ik vind The Script albums echt geweldig, maar live vond ik ze niet altijd even goed, maar vandaag. Hij was echt perfect bij stem en het was echt super vet. Het was heel zuiver, want we zijn in Amsterdam en ik heb de zon in de zee zien zakken. Kan Kennedy ons niet thuis brengen trouwens? Ja, als we Kennedy tegenkomen, dan gaan we ervoor springen, ja? Ja, is goed. Maar voor nu gaan we naar de metro, we gaan weer richting huis. Nagenieten van dit geweldige concert. Echt heel erg vet was het. Ik ben nog helemaal in extase. Dames en heren, de sperrips van Rutger Vink vertrekken vanaf de Berenrestaurant bij Pathé in Rotterdam. Want we zijn inmiddels in Rotterdam, yay! Ja. Oh, Yvonne Jaspers moet hier in de buurt zijn hoor, jongens. Oh, daar is de hond, kijk. Heel bang. Zouden jullie daar naartoe durven gaan? Daar? Ik vind het echt een soort horrorfilm hoor. Durf jij? Ik ben er niet te kijken. Ja? Nou, kom. Oh, mislukt. Ik wilde die laatste schrikken. Je ziet hier dus een Feyenoord fanshop, maar het lijkt me echt best wel een keer vet om daar met een Ajax of PSV shirt in te gaan lopen en dan kijken wat er dan gebeurt. Misschien een leuk video-idee. Toch? Wow, eigenlijk is het nieuwe station echt vet mooi. Moet je eens kijken, joh. Wat doet hij dat goed, hè? I want that one. Ta, ta, ta. En wat heb jij, Raymond? Ik heb niks. Oh. Nou, dit vind ik wel een beetje raar, hoor. Bestellen we hier een cappuccino? Heeft er een soort kont aan de diarree van... En ga je nu een hapje? Nou, godverdamme. Heerlijk. Oh, nou, gelukkig heb ik dat niet. Ik heb een koffie verkeerd. Maar de cappuccino die was flink flink bijzonder. Zo, we hebben heerlijk gegeten. Ik zit heel erg vol, en jij? Ja, ik ook, hoor. Ik heb allerlei sperrips op verschillende smaken. Het was heel erg lekker. Ja, inmiddels lopen we over een soort van bultrug olifant. Ik vind dit echt, denk ik wel, het vetste station van Nederland. Welk station ziet er zo uit? Heel erg vet. Ben ik de enige die altijd stressgevoelens van deze knop krijgt? Ik weet niet of die nou werkt. Ja, hij is nu al open, maar ik bedacht het me net ineens. Het is echt fucking irritant. Dan reageert hij te sloom voor je gevoel en dan denk je, hij werkt niet. Maar... Doei.
Goedemorgen, ik was gisteravond helemaal vergeten de vlog af te sluiten. Maar dat doe ik bij deze nog eventjes. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik wil Q Music ook heel erg bedanken voor de uitnodiging. De script was fucking vet. En ik ben heel erg blij dat ik ze door jullie toch nog heb kunnen zien. Ik wil jullie ook heel erg bedanken voor het kijken. Dat heb ik volgens mij al gezegd. Ik ben net wakker. En nogmaals, bedankt voor alle leuke reacties op hashtag leuk genoeg. Ik ben echt nog steeds heel erg overdonderd. Als je nog niet geabonneerd bent op mijn nieuwe kanaal, YouTube.com/Rutger, waar je nu naar kijkt, doe dat dan even. Blijf op de hoogte van al mijn avonturen. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer. Doei! Je hoeft niet zo nerveus te doen. Boeiend wat een ander van je denkt. Like gewoon jezelf, zelf, zelf. Want jouw like is meer waard dan van wie dan ook. Je hoeft niet zo nerveus te doen.